Dat was Hannelore Bedert. Het is Halloween vandaag, dus ik heb mij speciaal laten omtoveren tot een monster. En hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan, dat kan je nu zien. Ja, het is Halloween vandaag, 31 oktober. En dan mag ik er natuurlijk een beetje griezeliger uitzien dan dat ik nu doe. En de persoon die daarvoor gaat zorgen, dat is Michael. Dag Michael. Goedenavond. Hey. En wat ga jij mij nu omtoveren? Wel, ik ga jou supermooi maken vandaag. Supermooi? Supermooi. Is dat de bedoeling bij Halloween? Is het lelijk dat ik moet zijn? Ja, hè, dat is toch normaal. Op Halloween wil iedereen supermooi worden. Ah, is dat en, zo, ja? En mooi ben je al. Nu wil ik jou nog gewoon super maken voor vandaag. Oké, ja. Ik ben heel benieuwd. Laten we er maar aan beginnen dan, hè? Dat gaan we nu onmiddellijk doen, zie. Ja. Ja, Michael is nu half weg. Michael, heb je al zicht op wat het een beetje gaat worden? Ik kan niet zien, het jeukt wel al een beetje, maar... Ja, eigenlijk, het is Halloween, dus ik ga jou heel mooi maken. Ik weet niet of je al gehoord hebt van het sprookje van de Kikkerprins. De Kikkerprins, ja. Kikkerprins wel. Ik ben nu bezig met het sprookje van de Kikkerprinses. Ja, oké. Ja. Maar het is nog niet klaar natuurlijk, hè. Ik ga nog een beetje verder. Ja, je hebt het nu waarschijnlijk heel druk vandaag. Het is ontzettend druk. Van hieruit ga ik nog verder naar een aantal andere opdrachten. Ik vertrek van hieruit nog onmiddellijk naar Imagibrein, dus van de Kinepolis Groep, om daar allerlei acteurs op te maken. En natuurlijk ook naar de mensen die komen griezelen de hele nacht door voor de diverse horrorfilms die ze daar draaien. En wat is nu het meest gevraagde gezicht? Voor Halloween zelf, heel veel Dracula's is heel gekend, maar eigenlijk even goed ook heksen en ook wel hele mooie heksen. Ja. En wat is het leukste om te maken? De lelijkste griezels. En eigenlijk gewoon de echte reden waarvoor dat ik schmink, waarvoor dat ik heel graag mensen, kinderen, volwassenen schmink, ook voor Halloween, is het feit dat zij totaal niet weten of beseffen in wat ze gaan veranderen. Ja, zoals ik dus. Ja, en dat ze dan in de spiegel kijken, dan is voor mij de mooiste betaling, de beste uitkomst, de reactie die ik terugkrijg van de mensen. Ja, dat zullen we dan straks bij mij zien, hè, die mooie reactie. Ik ben heel benieuwd. Oké, ik ben klaar. Jouw Halloween make-up is klaar. Je kan vertrekken naar het feest. Ik kan vertrekken naar het feest. En is het nu ook mooi, zoals je daarnet zei? Ja, uiteraard. Zoals ik gezegd heb, heb ik het supermooi gemaakt. Ik heb nog een aantal details aangebracht. Ik heb zeker nog een aantal glinsters verwerkt. Ah, ja. Om het supermooi te maken. Ja, maakt het een beetje liefelijker voor Halloween. Dus eigenlijk ben je klaar om te vertrekken naar het feest. Ja, maar misschien moet ik het eerst nog wel eens zien, dat ik toch weet waar ik aan toe ben. Oh, ik weet niet of dat de bedoeling was. Misschien beter niet. Nee. Het is te mooi werkelijk echt voor te kijken in de spiegel. Ja, ik zal verblind worden, wil je eigenlijk zeggen. Ja, ik wil het toch wel graag zien. Je wilt toch graag kijken in de spiegel. Ben je absoluut zeker? Ja, ik ben vrij zeker. Ik ben wel nog iets vergeten zeggen. Ja. Ja. Deze schmink blijft er ongeveer 3 weken op. Maar dat is niet erg. Oké. Wil je zeker kijken hoe je de volgende 3 weken eruit ziet? Okay. De volgende 3 weken is dit mijn uiterlijk. 3, 2, 1. Tada. Ja, maar zo ga ik niet veel zien, hè, Michael. Het is omgekeerd. Ah, je wil de spiegel draaien? Ja, draai maar. Oké, ben je zeker? Oké, we hebben de spiegel gedraaid. Ja, nee, ik doe omgekeerd zo draaien. Ik durf het niet tonen. Ja, ik durf ook niet, maar ik ga het gewoon doen. Gewoon de korte pijn. Oké, 1, 2, 3... Dat is afschuwelijk. Dat is echt af. Oh, my jongen. Nee, dat is supermooi. Het is wel Halloween vandaag, hè? Ja, ik moet echt mijn mond dicht houden. Dat is het beste effect, eigenlijk, hè? En dat voor de komende 3 weken, hè? Het is ongelooflijk lelijk.
En dat voor 3 weken. Voor zo moet ik 3 weken rondlopen. Ja, dat is geweldig eigenlijk. Ja. Ja. Het is echt afschuwelijk, Michael. Je hebt dat... Maar jongens toch. Het was me een eer om jou zo heel ja? mooi te maken. Ja, dank je wel. Het was ook een eer om door jou geschminkt te worden. Dank je wel. Ja, ik moet zeggen, nadat ik van de schrik bekomen was, vond ik het wel heel erg geslaagd. Vond jij dat ook en wil jij meer info over Michael, dan kan je altijd surfen naar www.fantasymakeup.be. Was mijn overgroot...